De heer Van Hagen, van de groep Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou, wat ons betreft gaan natuurlijk alle maatregelen meteen het raam uit. En we zullen de motie van de heer Wilders ook meetekenen om in ieder geval die coronapas eraf te krijgen. Maar wat mij verbaasde was dat de premier daarnet zei dat de onderliggende motivatie hiervoor was dat dan de IC-bedden weer overbelast worden en dat er afgeschaald moet worden. Maar als je gaat kijken hoeveel mensen er al antistoffen hebben tegen corona en je rekent het gewoon door met de cijfers van het RIVM... En die vraag heb ik gesteld, dus die stel ik nu nogmaals. U bent daar vast op voorbereid. Hoeveel 50-plussers komen er dan op de IC te liggen als ze allemaal in één keer ziek worden? En dat is natuurlijk een fabeltje. Nou, die precieze cijfers in de verdeling zitten bij de jongen, maar ik zal u wel iets anders vertellen. En dat is gewoon, wat is nou het verhaal op dit moment van het Outbreak Management Team? Die zeggen, er is een continue instroom van patiënten in de afgelopen 6 weken. Het reproductiegetal schommelt rond 1. In het 7-daags gemiddelde is nu al 5 weken dat er rond de 60 mensen per dag worden opgenomen in de ziekenhuizen. Ten aanzien van de IC-opname schommelt die rond de 15, tussen de 12,1 en de 17,6. Je ziet dat het eigenlijk constant boven de 200 bedden is op dit moment in de ziekenhuizen die belast zijn met mensen, waar mensen op liggen met corona. Dat betekent dus dat achter die stabiele cijfers een situatie schuil gaat van een druk op de zorgketen, een druk op de medewerkers in de zorg die gigantisch is. Die gigantisch is. En dat nog op het moment dat deze versoepelingen moeten gaan plaatsvinden. Als je dan kijkt naar de andere factoren die het najaar die nog verder impact kunnen gaan hebben op de situatie. Dat is de mate waarin de transmissie van het virus geremd wordt door vaccinatie. Daar weten we nog niet alles van. We weten ook niet precies hoe we uiteindelijk gaan uitkomen met die vaccinatiegraad. We weten ook niet precies wat het gedrag van mensen zal zijn wat betreft het naleven van de maatregelen en dadelijk vooral het opvolgen van de adviezen. We hebben het risico nog steeds, ook thans, de introductie van het virus door terugkerende reizigers. We gaan het verkeerde seizoen in. Het seizoenseffect komt er weer aan. We weten niet precies hoe de situatie is met de afname van de antistoffen. En natuurlijk het laatste wat je zou willen, en daar hebben we op dit moment gelukkig geen aanwijzingen voor, dat zijn virusmutaties die zich zouden kunnen onttrekken aan de opgebouwde immuniteit. Het is dus niet zo dat wij hier een zorgeloos bezit hebben met z'n allen. Het is echt een risico. Als je kunt dit nu doen, die 1,5 meter loslaten, dat is wat het OMT tegen ons zegt. En ik denk echt dat ze daar met overtuigende argumenten voor zijn gekomen. Maar wel in combinatie met de komende tijd verstandig ervoor te zorgen dat helaas de discotheken dicht blijven, helaas beperkingen aan zalen binnen waar mensen niet geplaceerd zijn, maar ook helaas het breed invoeren van dat coronatoegangsbewijs. Dat is echt verstandig. Als je dat niet doet, neem je een te groot risico. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter. Volgens mij wordt er dan een denkfout gemaakt, namelijk dat de immuniteit tegen corona, dus het aantal antistoffen, het percentage dat antistof heeft, dat verschilt per leeftijdscohort. Boven de 70 plus, zeg maar, heeft 99% van de mensen antistoffen. Nou, als je dat doorrekent, en daarom vroeg ik specifiek naar de cijfers voor de mensen boven de 50 jaar. Mm-hmm. En daar is een heel groot gedeelte daarvan is al gevaccineerd, heeft antistoffen, heeft de ziekte doormaakt. Dus als je dat dan uitrekent, dan kom je op 803 mensen. Nou, dat is natuurlijk gewoon een getal, dus het zal 800, 900, 1000, foutenmarge zit overal in. Maar die worden dan allemaal tegelijkertijd ziek. Dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Ondertussen heeft u verzuimd om het aantal IC-bedden op te schalen in de afgelopen 1,5 jaar. Maar zelfs onder die voorwaarden, van die 1100 die we er nu hebben, is er toch geen enkele mogelijkheid dat we nu, zelfs met griep dat er aankomt, tegen griep is natuurlijk iets anders, maar vergelijkbaar, zelfs in die situatie hoeven we toch helemaal niet bang meer te zijn. Dus dan is deze dystopische maatregel toch veel en veel te vergaand. De minister-president. Ja, voorzitter, het heeft natuurlijk te maken met een 1,8 miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn. Een risico dat het leidt tot 2200 tot 3400 opnames op onze intensive care bedden. En de taak die we met z'n allen hebben om ervoor te zorgen dat dat niet in een te korte tijd gebeurt. Het risico is heel groot dat die 1,8 miljoen mensen ziek worden, het grootste deel daarvan. Dat wil ik niet, dat wil niemand. Maar dat zal mogelijk een gevolg zijn van het niet gevaccineerd zijn. Maar wat je niet wilt, is dat dat gebeurt in zo'n tempo dat die 2200 tot 3400 mensen op de intensive care terechtkomen. De heer Van Hagen. Ja, ik heb 4 of 5 interrupties. Iedereen heeft 6 vragen of opmerkingen en nu heeft er 2 gehad, dus u heeft er nog 4. Oké, nou, dan blijf ik nog heel even staan. Ik herinner me nog het interruptiedebatje dat ik een jaar geleden dat we hadden over het click en collecten.
En toen vroeg ik nou, waarom heeft hij nou gekozen voor die 4 uur? En toen zei hij, nou, ik denk gewoon dat een ambtenaar gewoon een slag in de lucht heeft gedaan. Een beetje, ja, het is een dagdeel. Er ligt eigenlijk geen onderbouwing onder. En dat is bij iedere maatregel die wordt ingevoerd. Ik probeer dat echt na te rekenen, maar het lukt me niet. De stupiditeit en de willekeur in het beleid is echt weerzinwekkend. En hetzelfde gevoel kreeg ik bij die sluitingstijden. De sluitingstijden worden nu gehandhaafd op 12 uur 's nachts. Waarom heeft u dat gedaan? Want u heeft altijd gezegd, hè, dat staat ook in al die OMT-adviezen, het OMT adviseerde dat, want u zei zelf, en ik kan dat wel even citeren, als je de muziek niet te hard zet, na 12 uur gaat de muziek uit, te veel alcohol, te dicht bij elkaar. En dan is het lastiger voor mensen om zich aan de basisregel van 1,5 meter afstand te houden. Dat was na 12 uur. Maar die 1,5 meter is er nu af. Dus wat is nu nog de onderbouwing voor die 12 uur? Minister-president. Eigenlijk zie je dat ook terug in het advies van het Outbreak Management Team. Dat is, doe het stap voor stap. Als je nu alles loslaat en de 1,5 meter en verder ook geen beperkingen meer. En zoals sommigen hier voorstellen, zelfs niet in ruil daarvoor de proportioneel noodzakelijke maatregel van het brede invoeren van het coronatoegangsbewijs, dan neem je te groot risico. En wat is de taak die we hebben? Dat is ervoor zorgen dat die 2200 tot 3400 mensen, waarvan de aanname is dat zij allemaal op die intensive care gaan terechtkomen, dat zich dat uitspreidt zodanig dat de normale overige zorg daardoor niet in het gedrang komt. Dat is wat we hier aan het doen zijn. Dus we sturen heel sterk nu de komende weken en maanden op hoe gaat het in die ziekenhuizen, zodanig dat je dat risico uitsmeert over een langere periode tegen de achtergrond van het feit, ik heb het net genoemd, dat je weet dat je niet het goede seizoen ingaat en nog een aantal andere risico's ook loopt. De heer Van Hagen. Ja, maar voorzitter, dat is echt onzin. Er komt, als u dat graag wil, als de minister-president dat graag wil, komt er een coronapas. Dan heeft iedereen binnen, is dus gewoon veilig. Hè? Vervolgens was de onderbouwing dat je na 12 uur zo dronken was dat je die 1,5 meter niet meer kon handhaven. Maar die 1,5 meter is er af. Dus u gaat niet in op het feit dat de onderbouwing onder die 12-uur maatregel is weggevallen. En dat hoor ik toch graag van u. Ja, minister-president. Waarom wij niet alles loslaten, en dat is ook in lijn met het OMT-advies, is omdat je niet alles in één keer kunt doen. Neem bijvoorbeeld de 75%, dat was 2/3. En de poptempels, dus de paradiso's van deze wereld, waar mensen niet zitten, maar uiteraard staan en door elkaar lopen en heerlijk genieten van een mooi popconcert of een rockband waar ze ook naartoe gaan. Zou je die op 100% zetten, is dat een te groot risico. De 2/3 was ook weer te stellig. Dus we zeggen, dat kan nu naar 75%. Dan zal de heer Van Hagen zeggen, mag ik de onderbouwing zien waarom die 75%... Ja, die is natuurlijk niet te geven. Wat je wel weet is dat je het stapsgewijs moet doen, moet kijken wat de effecten zijn en dan een volgende stap kunt zetten. Dat heeft te maken met die nachthoreca, dat heeft te maken met de discotheken dicht, dat heeft ook te maken met de 75% beperking in de binnenlocaties waar mensen niet op een stoel zitten. Al dat soort zaken doe je omdat uiteindelijk je probeert te voorkomen dat op die intensive care, waar nu al 200 mensen liggen, en dat is eigenlijk veel te veel, dat die groep die nog verwacht wordt daar, rond de 3000 IC-opnames, die nog gaan komen door toch een te grote groep mensen die niet gevaccineerd is, dat je dat niet in een te korte tijd krijgt. Omdat dat zou betekenen dat je mensen moet wegsturen voor die met heupoperaties komen of andere zaken die mogelijk ook IC-opname als gevolg hebben. De heer Van Hagen. Ja, het is goed dat u begint over die 75%, want dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Hoe komt u in godsnaam aan die 2/3 of die 75% mede in het licht van het feit dat u weet, en dat weet u maar al te goed, want uw collega heeft daarover gesproken met de branche, dat het kantelpunt op 90-95% ligt en dat je dan pas geld kan verdienen. Dus als dan een ambtenaar weer zo doet en die zegt, nou, 75%, leuk, rond getal, 3/4, maar de branche heeft daar niks aan. Hoe kunnen jullie dan zonder onderbouwing zo'n rond getal nemen dat goed is voor niemand? Minister-president. De onderbouwing is gelegen in de noodzaak om de maatregelen stap voor stap te nemen en niet alles tegelijk te doen. En het is nu 2/3, je gaat naar 75%, je hoopt natuurlijk zo snel mogelijk naar 100% te gaan. Ik kom later in de beantwoording op hoe we daar steun aan willen geven aan deze sector. We denken dat we dat op een verstandige manier kunnen doen, omdat ik het eens ben met de heer Van Hagen dat de marginale euro uiteindelijk ook de winst bepaalt in deze sector. En dat bij een bezetting van 75% dat natuurlijk heel lastig wordt, want het is juist die laatste 5, 10, 15% waarin uiteindelijk ook de winst gemaakt wordt. Dus dat hebben wij ook te compenseren.